Landbouwminister Pralat Seudin gaat met president Santokki praten over de kwestie waarbij het stalweideareaal in het district Nikeri door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is uitgegeven. Vandaag, voor aanvang van de vergadering van de ministerraad, zei Seudin verbaasd te zijn dat zijn collega van Grondbeleid en Bosbeheer geen toestemming aan het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft gevraagd alvorens de grond uit te geven. Dat is de vraag. Als mijn collega, en ik ga heel openlijk praten, van GBB weet dat het terrein daar LVV toebehoort, dan dient ze eerst toestemming van LVV te vragen. En niet afgaan op een valselijk opgemaakt rapport van haar grondinspecteur, tegen wie er nog steeds niet is opgetreden. Hè? Laat me dat erbij zeggen. Tenminste, ik heb die informatie niet. Ik zeg hier openlijk. Ga naar mijn terrein. Ik heb boeren daar gefaciliteerd. Die een broodwinning eraan hebben, hadden. Ze heeft wel haar fout toegegeven, maar wat daarna? De minister geeft aan dat het de overheid zwaar aangerekend zal worden als er gemeenschapsgrond wordt uitgegeven. Mensen hebben langer dan 20 jaar hun vee op stalweide. Dat ze valselijk, tenminste stukken valselijk waren opgemaakt. Dan moet je consequenties eraan verbinden, toch? Heel raar. En dan gaat vanmiddag de president hierover verwittigen. Dit kan niet. Als we dit allemaal toelaten, waar gaan we eindigen? Heel openlijk. Want anders kijkt men nu mee aan met schuine ogen. U heeft een procedurele foto. Laat die foto gecorrigeerd worden. Seudin geeft verder aan dat elk ministerie een verantwoordelijkheid heeft en weet hoe te handelen. Wanneer departementen zich houden aan de regels, zullen zij nooit in problemen komen, zegt de LVV-minister.